Informeel topoverleg. Onder de perenboom bij het huis van gedeputeerde Bleker in Vlagtwedde. De directeur van Arriva zit er ontspannen bij, terwijl de gedeputeerde nog even een paar stukken doorneemt. Nu de lijn Groningen-Veendam onlangs werd beklonken, vindt de provincie tijd voor de volgende stap. Veendam-Stadskanaal. Nou, wij vinden het belangrijk voor de ontwikkeling van met name ook het veenkoloniale gebied, Zuidoost-Groningen. Ik ben er heel blij mee, want het is een volgende invulling van wat bestuurders hier tijdens de verkiezingen hun kiezers hebben beloofd. En dat is wel belangrijk, denk ik, beloftes nakomen. Een spoor tussen Veendam en Stadskanaal ligt er al. De klassieke treinen van de Star maken daar nu gebruik van. Arriva gaat onderzoeken of de nieuwe passagierstreinen ook hier kunnen rijden of dat er een nieuw spoor moet komen. Daarnaast wordt uitgezocht in hoeverre de lijn rendabel is. Maar op die vraag weet de directeur het antwoord eigenlijk al. Ja, dus hebben wel vaker mensen zich gebogen over allerlei trajecten die kennelijk onrendabel waren. En die bleken niet uit te komen. Ook Veendam-Groningen werd in het begin heel lacherig over gedaan. Nou, de opdracht is al verstrekt en de treinen zijn al besteld. En datzelfde kijken we hier tegenaan. Het geld voor de spoorlijnen komt uit de compensatiegelden van de Zuiderzeelijn. Want dat grote geld wat we met Eurlings hebben bedongen, zeg maar, ja, dat moet natuurlijk niet op de plank blijven liggen. En wat mij betreft, een van de eerste dingen die er mee gedaan moet worden, is het realiseren van dit spoor, als het uiteindelijk verantwoord blijkt te zijn. Of dat zo is, denkt Arriva volgend voorjaar officieel bekend te kunnen maken. En misschien gebeurt dat wel weer onder diezelfde perenboom.